Dit ben ik, Kelly. En de komende 24 uur ga ik kant-en-klaar maaltijden uittesten van twee verschillende supermarkten. Ik heb hier gewoon nu al geen zin meer in. Ik word gewoon misselijk als ik er naar kijk. Ik hou van eten, maar dan moet het wel lekker zijn natuurlijk. Bij mij is dat nogal een dingetje, want ik ben een mega moeilijke eter. Ook gaan we kijken wat het met je gewicht doet. Want sinds kort ben ik nu zogenaamd een fit girl. Lijkt deze video je nou nu al leuk? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren. Oeh, de trigger. We starten onze zoektocht bij de Dekamarkt. We zijn hier aangekomen bij de kamp en klare maaltijden. Ik zie daar ook pizza, maar dit is allemaal best wel heftig. Ze hebben daarboven wel ontbijtjes, maar ik weet niet of ik dat lust. Ze hebben dus American pancakes, maar ze hebben ook banana pancakes. Verse orange juice. Dit meen je niet. Ik word gewoon misselijk als ik er naar kijk. Deze kan natuurlijk niet ontbreken. Ik sta nu in de winkel en mijn karretje zit al best wel vol. Ik heb nog geen avondeten gecheckt, maar dat ga ik later met Philip doen. Ik heb hier gewoon nu al geen zin meer in. Ik word gewoon misselijk als ik er naar kijk. Mijn ontbijt zal bestaan uit American pancakes. Deze heb ik dus net zojuist bij de Dekamarkt gekocht. Ik zat te twijfelen tussen banana pancakes en American pancakes. Maar ik vond banaan niet zo heel lekker, dus ik denk niet dat ik dat lekker zou vinden. Ik heb het wel een keer gemaakt, maar toen vond ik het ook niet echt heel lekker ofzo. Dus daarom American pancake. Ook ga ik één hotdog eten. Je zal nu vast denken van hotdog als ontbijt. Ja, soms doe ik dat gewoon. En als laatste mijn favoriete drankje, orange juice. Dit is vers sap, sinaasappelsap. Is dat hetzelfde? Ja toch? Ja, volgens mij wel. This is her. En ik heb heel eerlijk gezegd een klein beetje een trauma van sapjes die eigenlijk al kant en klaar zijn. En de reden waarom is omdat ik een keer op Marva Juice heb gezien dat er een wormpje uit zo'n sapje kwam. Een wormpje. En toen ik dat zag, dacht ik gewoon meteen van nee, ik koop die shit nooit meer. Maar kijk me nu. Nou, American pancakes. Hoe maak je dit? Moet dit in de pan of moet dit in de magnetron? De pancakes zijn het lekkerst uit de oven, oké. Okay. Pancakes uit de verpakking halen voor het opwarmen. Verwarm de oven. Kiel, hebben ze niet gewoon magnetron? Ik heb geen zin om al die shit uit die oven te halen. Dat is echt too much work, you know? Oh my god, dit voelt heel vettig en vies aan. Ondertussen is de hotdog ook al klaar. Zo ziet ze eruit. En dit zat erbij. Ik haat dit soort zakjes. Het broodje is ook een klein beetje aangebrand, maar dat maakt niet uit. Wow, het is heel waterig. Dit is hoe het ontbijt eruit ziet. Niet zo heel smakelijk, maar ik ben vooral benieuwd naar de smaken. Oh, wauw. Als ik er zelf iets aan toe zou mogen voegen, zou het sowieso denk ik poedersuiker zijn. Of chocola, zodat er wel een smaakje op zit. Maar er zit op zich al best wel veel smaak aan. Dus deze, dikke 10. Het ziet er niet heel smakelijk uit. Hij valt er ook iedere keer van af. Ik heb een beetje mixed feelings erover. Normaal gesproken, als mijn moeder dit voor mij of voor mijn vader koopt, dan doe ik er altijd nog mayonaise bij en uitjes. Dit keer heb ik echt alleen de spullen gebruikt die bij de verpakking zaten. Er zat trouwens ook mosterd bij, maar dat lust ik niet. Maar dan vind ik hem toch wel iets te droog of zo. Ik zou er nog wel uitjes aan toevoegen. Maar deze is ook lekker. Hij smaakt wel anders. In een negatieve zin. Ik ga nu in ieder geval mijn pancakes en mijn hotdog opeten. Wat ik met de juice ga doen, weet ik nog niet. Maar dat zie ik jullie in ieder geval later bij mijn lunch. Ik had zojuist een call, vandaar dat ik mijn lunch wat later begin. Het is ondertussen alweer 4:10. Maar ja, lunch is lunch. We doen het gewoon. Ik ga gewoon wat later avond eten dan. Denk ik. Wat ik heb gehaald is focaccia. Een cappuccino. Is van Melkam. Geen idee hoe het smaakt. Ik hou eigenlijk niet van koffie, maar wel van ijskoffie. En dit is ijskoud. Er staat cappuccino ijskoud. Dus ik denk dat het ijskoffie is. Iets in die richting. En als laatste heb ik deze gehaktballetjes. Is piri piri. Dus het zal pittig moeten zijn.
Dit ziet er niet lekker uit. Nou, mijn moeder zei al, wat stinkt hier zo naar puf? Dat is dit. Dit is hoe het eruit ziet. Gehaktbal met piri piri. De gehaktballen zitten nog in de airfryer. Maar ondertussen ga ik dit ding proberen. Van brood. Mm-hmm. Best wel heftig wel. Maar het is van brood. Dan hierbij de cappuccino. Eerst schudden natuurlijk. Oh mijn god, dit is echt te koffieerig. Ik proef de smaak van koffie echt te heftig, denk ik. Nee. Nee, dit is een no-go. Ik ben zo even checken of dit al klaar is. Oh ja, dit ziet er wel klaar uit. Ja. Normaal gesproken hou ik niet van saus. Deze gehaktbal is helemaal ondergedoken met saus. Het is niet slecht. Wel heet. Nee. Dit is trouwens echt totaal niet pittig. Of ik ben wel wat meer gewend of zo. Nee, niet pittig. De saus is wel puur. Huh. Ik zit nu op dit moment in de auto en ik sta bij de Albert Heijn. Ik ga nu namelijk avondeten. Kant en klare maaltijd fixie hier al. Ik ben bij de Albert Heijn XL hier in Osdorp. Die heeft een wat groter assortiment. Dus dan kan ik kijken wat ze daar allemaal verkopen. Ik heb wel iets in mijn hoofd wat ik wel eens zou willen proberen. Maar of ik het ga kopen, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval wel al een toetje thuis liggen. Dus dat hoef ik in ieder geval niet meer te halen. Godverdamme, wat is dat nou weer? Rondelasagne. Oh. Heb je ook zo'n zin in zo'n lekkere roti kip? Oh, ik deel wel. Hebben we hier? Ik ben trouwens hier met Filip. Filip helpt me een beetje uitzoeken. Ga jij trouwens ook dit eten? Nee. Hoezo nee? Dat is echt wel lekker schoon. Maar ik zelf, ik kan pizza eten, ik kan koude eten eten, ik kan alles eten. Ik kan de klare maaltijden. Kijk, schijt er even. Deze kant ziet er wel wat beter uit. Zo op dit hier al. Vandaag, ja. Nee, ik heb nog niet gepoept. Dat is het dan. Hè? Ja, dat maakt me wel zo, ik maak me wel zorgen daarom. Ik zie daar bami goreng. Dat ziet er, ja, maar dit ziet er op zich nog wel lekker uit. Maar wat is die stukjes vlees? Want als het ham is, wil ik het... Ja, het is ham. Maar hebben ze alleen ham? Ik wil liever niet ham, omdat... Ham krijg ik echt een hele slechte huid van. Weet je wat? We doen het gewoon. Ja, wat? Ik lust niks anders hier. Sorry, maar ik ga echt geen... Wat is dit? Stampot? No man. Filip, the fuck is dit? Is tomatensoep of zo? Ja. Oh my god, ik heb nog gelijk ook. Ik heb de meest random avondeten ooit gehaald. Het zijn echt verschillende soorten dingen dat echt totaal niet bij elkaar past. Maar dat maakt niet uit. We doen het gewoon. Ik heb eigenlijk totaal geen honger. Mijn lunch was ook best wel laat, maar maakt niet uit. We doen het gewoon. Ik ben naar de Albert Heijn geweest. Ik heb wat dingetjes gehaald. De meeste hebben jullie al gezien. Als eerste gaan we deze dumplings in de airfryer doen. Kant en klaar. Normaal gesproken vind ik het niet echt super lekker en eet ik het liever vers. Maar we doen het gewoon. Empanadas. Nog nooit gegeten. Bami goreng. En eerlijk gezegd weet ik niet waarom ik een smoothie heb genomen. Want het is helemaal geen tijd voor een smoothie. Maar we gaan deze testen. Zo, huppakee. We gaan er twee van deze in doen. Dit aan de zijkant. Nee, langer. Hij moet echt groen en heet zijn bij mij. Dat vind ik het lekkerst. Maar. Oké? Nada. Hij zegt dat er niks is. Deze heb ik eigenlijk al gegeten, maar we gaan het nog zeker nog een keer proberen. Bami goreng van de Albert Heijn. Nou, dat is wel spannend. Dumplings,
ook van de Albert Heijn, van de Sushi To Go hoekje. Maar dit kan je ook gewoon niet verpesten. Nee. Een empanada. Ik maak me wel zorgen om deze, want hier zit volgens mij vlees in en ik ben best wel een moeilijke vleeseter. Maar dit deeg eromheen is wel lekker. Ik vind het deeg wel lekker, maar het vlees wat erin zit, vind ik niet lekker, nee. Het laatste dat we hebben. De smoothie. Dat is niet erg, nee. Maar ik zou het niet uit vrije wil kopen. Tijd voor het toetjam. Wat ik vond, was dit ding. Dat is trouwens 1 plus 1 gratis, maar we gaan maar eentje testen. Van Mona. Dit is de... brownie of zo. En daarnaast heb ik ook nog deze. En dit is een kant-en-klare Smarties. Chocolate. Of M&M's bedoel ik. Eigenlijk hoor je dit om te kieperen. Op een bord of zo, maar ik krijg dit niet op hoor. In mijn eentje. Hey, cheers hè. Als je het zo eet, is het nog lekker. Zoals je kunt zien. Vind ik deze lekker. De tweede die ik heb. M&M's. Oeh, maar die yoghurt ziet er niet zo spang uit. De yoghurt is wel een beetje zuur. Maar de M&M's maken het goed. Maar deze krijgt een dikke 10. Heb je er hele ding gegeten? Nee, samen met Philippe. Het is nu op dit moment 8:30. Ik ben eigenlijk al een uurtje wakker of zo. Ik ga de ochtend, of tenminste de dag, beginnen met deze kant-en-klare koffie van de Starbucks. Ik eet nooit groot eigenlijk in de ochtend, omdat mijn maag dat gewoon niet kan handelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze al vaker gedronken. Ik vind deze gewoon lekker. Ik drink dit eventjes op en dan gaan we kijken hoeveel kilo ik ben aangekomen of ben afgevallen. Dat kan natuurlijk ook. A few moments later. Ik ben gelukkig niet al te veel aangekomen. Vonden jullie deze video nou leuk en wil jij dat ik dit vaker ga doen? Vergeet deze video dan zeker niet te liken en abonneer ook gelijk maar eventjes. Joe!